Als je wilt weten welke audiobestanden je allemaal op je PC hebt geïnstalleerd, is het handig als je daarvoor een programma hebt dat dit in beeld brengt. Bovendien worden er dan automatisch tags toegevoegd, zoals titel, artiest en cover. Dat kan heel goed met Metatoner. Een overzicht in deze how-to. Je surft naar luminesense-software.org en je klikt hier op Metatoner. Rechtsboven klik je op Download. Het programma wordt geïnstalleerd, waarbij je de voorwaarden moet accepteren. Het is altijd goed om bij de opties te kijken, om te bekijken of er geen onnodige extra software wordt geïnstalleerd. Maar in dit geval is de enige optie het aanpassen van de map waarin het programma terechtkomt. Via Launch kun je Metatoner direct openen. Eerst moet je bestanden toevoegen. Je kunt ook een hele map tegelijk toevoegen. Ik selecteer de map Muziek en ik wil ook de submappen in beeld brengen. Metatoner kan overigens met vrijwel alle type audiobestanden omgaan. In heel veel kolommen krijg je info en tags over de audiobestanden. Van het geselecteerde bestand krijg je deze info in het paneel aan de rechterkant. Handig is dat dit vakje standaard is ingeschakeld. Zo zie je geen lege velden. Een geselecteerd bestand kun je eenvoudig afspelen. En met de optie ernaast kun je aangeven welke kolommen je in beeld wilt zien. Via Workspaces kun je de gegevens anders groeperen. Als de automatisch gegenereerde gegevens niet kloppen, dan zet je de cursor in het paneel en wijzig je de gegevens. In de tab Tools kun je onder andere de teksten binnenhalen van de geselecteerde items, uiteraard indien beschikbaar. Ook van deze track is de tekst geladen. En je kunt op zoek gaan naar duplicaten en die vervolgens eventueel verwijderen. Aan de linkerkant vind je nog verschillende tabbladen met extra categorieën. Je kunt bijvoorbeeld scripts gebruiken, zoals voor het standaard toevoegen van twee cijfers voor een tracknummer. Of covers zoeken. Hier selecteer ik een nummer. Nu hoef je alleen maar te klikken op de pijlen en worden artiest, album en titel ingevuld. Als je zoekt verschijnen, opnieuw indien beschikbaar, verschillende covers. Via de rechtermuisknop kun je deze eventueel opslaan. Via File Database kun je een update uitvoeren. In het begin zal dat nodig zijn. Hiermee laad je alle gegevens van de externe database. En tot slot, via File Export Data kun je de lijst als Excel of CSV-bestand laten wegschrijven. Tot zover dit overzicht van Metatoner.